Waar is die guy? Oh. Jongens, ik... Wat de hel moet ik doen, gast? Jongen mensen, super dope dat jullie kijken naar deze gloed. Een nieuwe video op mijn kanaal, GameZoer. En in deze video is er een nieuwe game mode uitgekomen in Fortnite. En holy shit, het heeft met Adventures te maken. Dus we gaan natuurlijk deze game mode spelen. En ik heb net hier even een paar potjes gedaan natuurlijk. Ik wou ook opnemen, maar dit potje ging weer echt bout gewoon. Dus ja, het is dat je een soort van gekke aap kan worden als je... Oh, dat was echt een heel hard geluid, die glider. Als je een soort van handschoen weet te pakken. Nou, dat is dus best wel sick op zich. Ik heb hem nog niet gehad, dus ik heb eigenlijk geen idee hoe het eruit ziet en hoe je dat moet doen en alles. Geen idee. Ik weet wel één ding is dat je loot verbeterd is, man. Je krijgt sneller, betere loot, meer loot. Dus dat is wel sick. En ik land echt weer op een boutplek. Oh my god, overal landen. Zo'n jongen. Ik moet echt zijn wapen gaan nakken, want anders gaat het echt fout. Ik zie daar al iemand lopen. Oh my god, wat ga ik doen? Ik hoop dat hier een shotgun zit. Zo niet zijn we pretty fucked. Kom op, een wapen. Oh my god. Ik heb geen wapen. Ik heb legit geen wapen. Wat ammo, oh my god. Waarom krijg ik geen wapenspel? Wat moeten we doen? Oh my god, een SMG, give me that. We hebben een wapen, jongens. Hij zit boven, hè? Oké, AR. Oh my god, hij was fucking weak. Woe! Dat hebben we even overleefd, man. Dat had ik niet... Oké, de Thanos, dat is dus die aap. Je hoort hem ook helemaal praten en zo. Dus je wordt half doof, je kan niemand meer horen. En die moet je dus zien te killen en dan krijg je zo'n handschoen. Het is echt heel apart of zo. Ik heb werkelijk geen idee. Alleen, ik weet wel dat we die kerel moeten gaan killen. En ik weet ook dat we even wat betere loot moeten gaan fixen. Want dit is echt triest gewoon. We hebben in ieder geval wel een groene tag. Dat is wel mooi. Let's get that. Oké, het is wel behoorlijk druk nog hier. Dus we moeten wel even goed onze oogjes open houden. Wat ammo erbij. Hier heeft iemand gebouwd. Hier is iemand naar beneden gegaan waarschijnlijk. Oké, we moeten even enemies zien te killen. Zodat we even goede loot tot onze beschikking krijgen. Alleen, ik zie en ik hoor... Ja, ik hoorde net wel wat schoten. Maar ik zie niemand op dit moment. Is dit geloot? Ja, dit is geloot. Ja, hier heeft ook al iemand gebouwd. Minishield, give me that. En wat ammo, kom op. Dank u wel. Minishield is altijd handig, jongens. Oh, nice. We hebben in ieder geval wat shield, want dat hadden we net niet natuurlijk. Dus dan zijn we nu wat minder snel dood. Even zien hoor. Oh, pistol. Geef me die maar. Die vind ik wat chiller. Als je die kerel, die Thanos guy, killt... komt er dus een handschoen vrij. Waarschijnlijk. What the fuck? Ik was heel even aan het kutten daar. Die komt dan ergens in de map te liggen. Waarschijnlijk waar je die guy hebt gekillt. En dan kan je hem oppakken of zo. En dan word jij die aap. Dat denk ik. Ik denk dat het zo gaat. Ik heb werkelijk geen idee hoe de besturing met dat ding is. Of hoe je, wat je allemaal kan. Dus dat is pure vraagteken voor mij nu. Dus daar moeten we zo snel achter zien te komen. Want ik ben best wel benieuwd. Oh my god, een deal. Ja, dat hoeft niet echt. Ik hou deze loot wel. Ik moet echt iemand zien te killen die echt gekke loot heeft, man. Want dit is... Oké, ik hoor je daar... Oké. Oh, hij sprong net. Oké, daar zitten mensen. Het is hier behoorlijk druk, dus Dylan, kijk uit. Oké, wat hier? Oh shit, die kerel gaat weer praten. Oh, het is zo angstaanjagend gewoon als je die stem al hoort gewoon. Dat is echt niet normaal. Oh my god. Ik weet echt niet waarom. Ik word waarschijnlijk helemaal stil zo meteen als ik in een fight zit. Oh shit. Ik heb geen pump, man. Dus ik kan niet zo heel veel damage doen. Oh my god. Woe! Sorry, ik heb een bolt. Oh. Oh my god, ik dacht echt dat dat op mij was. Ik heb geen minishields meer. Wat kut. We hebben wel een Scardo, dat is echt chill. Ik ga even weer terug, ik zie hier een medkit. Let's grab dat even. Neem die even met ons mee. Hoppa. Dank u wel. Ik ga heel even healen. Oké. We hebben nu wat betere loot, dat is chill. We hebben ook wat bouwmateriaal van steen erbij. Ik zag daar een airdrop. Ik denk dat we echt iets van een RPG of zo moeten gaan fixen. Om die kerel echt heel erg weak te krijgen, zeg maar. Oké, dit is, ik zweer. Ik vind het legit echt spannend. We hebben wel een bolt, dat is chill. Oké, die airdrop zat hier ongeveer. Misschien is die al gepakt, hè? Dus dat moeten we ook even onthouden. Is die al gepakt? Nee, oké. Daar vliegt die aap. Holy shit. Oh my god. Waarom ben je zo snel dood of zo lijkt het wel niet? Oké, ik ben fucking weak.
Hij is dood. Oh my god. Het is hier zo druk. Oh ja, tuurlijk. Poorten voor het. Lekker. Achter zit een chop, gast. Je hebt easy schot op hem. Ja, ik ook. Maar dan... kill deze guy mij. Oké, ze zien elkaar. Zie je dat? Nice, nice, nice. Ja, ja, lekker, lekker, lekker. Dan snipe ik die guy even. Hop. Dan is deze chop weak. En dan gaan we nu snel even deze chop looten. Oké. Ik heb geen idee of je heel snel dood bent. Maar ik heb wel het gevoel dat je echt... denk ik meer kogels hit of zo. Dan... geef me die punt maar. Dan normaal. Hij heeft fucking 2 legendary scars. Oké. Even healen. Hij heeft ook een, volgens mij dacht ik, een paarse bolt. Dus die kunnen we ook wel even goed gebruiken. Een legendary scar. Hartstikke chill. Hij had geen bolt, hè? Nee, fuck. Oké, dan houden we deze gewoon. Ik wil die airdrop nog hebben, man. We hebben RPG of zo nodig. Ik denk dat de tactiek op dit moment is dat we die aap even links laten liggen. En dat we eerst focussen op de gewone normale enemies. Zodat we... ja, dat, ik denk dat dat... oh my god. Hij wordt ook in zijn nek geschoten. Lekker, die is dood. Ik zag hier een slurp, dus we zijn ook weer full HP. En een launchpad. Oh, wat chill. Oké. Grab de RPG. Woe! Portefort zit in. Laten we die even restormen, zou ik maar zeggen. Je wordt zo snel geraakt in deze game. Dat merk ik wel, man. Oh my god. We leven nog. Niks aan het handje. Ik zie daar denk ik iemand lopen. Daar. In die... ja, oké. Oh, ik merk wel dat ik echt trill, man. Ik vind het echt heel erg spannend gewoon. Het is heel intensief. Oké, we zitten nog safe. Dus dat is chill. Is hij er nog? Ja, oké. Headshot, mooi. Dood, nice. Oké, we gaan lekker 6 kills. Laat me even een beetje naar die aap toe gaan hunten. Dat we in ieder geval daar ook iets mee kunnen doen. Want dat is natuurlijk deze game, oh, die is daar speciaal voor. Laat me... oké, we hebben 3 spectators. Geen idee waarom, maar oké. Ik had daar nog heel wat loot achtergelaten. Dus laten we daar ook maar even naartoe gaan. Waar is die guy? Oh! Jongens, ik... wat de hel moet ik doen, gast? Oké. Let's get it. RPG weer, dank u wel. Ik kan ook dubbel RPG meenemen, maar dat lijkt me niet zo heel slim idee. Nog gebouwmateriaal, let's go. Daar is de aap. Oh my god. We gaan erheen. Let's go. Ik wil hem gewoon killen, oké? Dat lijkt me gewoon dope. En even die aap worden. Maar hoe dat ding, gast, hoe moet ik dat killen als dat zo beweegt? What the fuck, dat ding vliegt overal heen en ik moet hem... oh my god, hoe gaan we dit doen? Hij heeft al wel wat damage gekregen. Hij heeft nog wel al zijn shield, dus dat is fall damage, I guess? OMG. Ik merk wel, als je geraakt wordt in deze game mode, je bent echt fucking snel dood. Dus je moet echt gelijk meteen bouwen. Oké, hij is dood. Nu wordt iemand anders hem. OMG. Waar is dat ding? Hier ergens, hè? Kerel, de RPG. Ik hoorde mijn geluid gewoon niet, hè? Komt dat ding op mij? Oh my god. Ik vind dit zo apart. Ik weet ook... waar is die guy? Oh! Jongens, ik... wat de hel moet ik doen, gast? Wacht, waar komt hij neer? Ja, je kogels gaan altijd raak nu volgens mij. Dat is, daarom is hij snel dood. Omdat je anders die A bijna niet down kan krijgen waarschijnlijk. Hij zit daar binnen te campen.
Oh my god. Ik weet niet, hij gaat mij killen. Wow! What the fuck? What the fuck? What the fuck? Fortnite, what the fuck? Wat moet ik hier tegen doen, gast? Wat is hij ook aan het doen dan? Ik wil gewoon even zien hoe deze guy, hoe je überhaupt met dit ding speelt. Hij moet nog tegen twee guys. What the fuck, gast? What the fuck? Gaat hij springen? Oh, and fucking god. Ik kon gewoon niks. Ik bouwde voor mijn leven, maar dat... What the fuck? What the fuck, gast? Je kan hem... Als hij springt en hij komt gewoon op jouw base of zo... Hij hakt in één klap een boom weg. What the fuck? Oh, daar is de laatste. Oké, ik wil dit zien. Kijk hoe sterk dit is, gast. Oké. 80 damage met de kou. What the fuck? Oh my god. Ja... Deze guy, als je hem bent, je hebt, als je gewoon goed kan spelen met deze chap, dan ben je gewoon een ontzettend. Hij heeft gewoon zoveel HP. En elke keer als je een kill krijgt, regen HP weer. En je hebt gewoon mensen in twee klappen dood. What the fuck. Oké, nou dit was natuurlijk de nieuwe game mode. We hebben helaas niet gewonnen natuurlijk. Maar ik hoop dat ik wel wat kon laten zien van de nieuwe game mode. Dus dat. Vond je de video natuurlijk leuk? Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Vergeet ook niet zeker te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later mensen. All right, I'm ready now, I ain't gonna fall back, I know. All right, I'm taking on me, baby. All right, I ever ask, how you gonna be my wife?